We staan hier om een bijzonder moment in de historie van Assyria te vieren. Vandaag is de officiële ingebruikname van onze trots Assyria Hermitage High Rise. AHH, zoals we dat noemen. Assyria had wel esthetische eisen gesteld aan het ontwerp van het gebouw. Zo moest het gebouw een uitstraling hebben, welke samengaat met de brand Assyria als verzekeringsmaatschappij en moest het ontwerp fris en vernieuwend zijn. De wens was om het bouwwerk zichtbaar te laten zijn vanuit de hoofdwegen, lopend in de directe omgeving van het bouwwerk. Hierdoor moest het gebouw beeldbepalend zijn, eigenlijk een landmark in Paramaribo-Zuid. Firm Engineering heeft na vele discussies, ook over het budget, uiteindelijk een ontwerp gemaakt dat bestaat uit 10 bouwlagen. Het ontwerp is door Firm Engineering beschreven middels een praktische beleving van elke bezoeker die het binnenland van Suriname aandoet. Het verhaal van de Kugaman uit de film One People. Het is niet zomaar een ontwerp, het is een erg Surinaams ontwerp. In die zin, het symboliseert een koriaal. Het onderste deel, daar herken je een koriaal in, die glijdt over de soelas. En dan hebben we een kula tiki van de kulaman. Die zie je heel strak langs de gevel van de high-rise. Dat is de liftschacht zie je. En heel erg opvallend is de pagaai. Als je goed naar het gebouw kijkt, voor- en achterzijde zien we heel duidelijk de vorm van een pagaai. Voorkomen. En helemaal op het dak is de hendel van die pagaai. Want die vraag kregen we vaker. Wat is precies die staalconstructie bovenop het dak? Als je in de juiste hoek staat, dan zie je duidelijk de hendel van een pagaai. In dit verhaal staat de Kugaman met zijn pagaai en Kugatiki symbool voor zekerheid in woelige tijden. Dezelfde associatie met het merk Assyria, zeker is zeker. De visie achter dit gebouw is om op een centraal gelegen locatie moderne zakelijke dienstverlening mogelijk te maken die verder gaat dan alleen verzekeringen. Het is derhalve ook de bedoeling dat via verhuurbare units overige zakelijke diensten in het gebouw aangeboden zullen worden. En voor het grote publiek een koffiecorner en een restaurant op de begane vloer. Om het aanbod compleet te maken is er in het gebouw ook het Assyria Event Center gerealiseerd. Een multifunctionele zaal met een capaciteit van circa 750 personen, waarin diverse grote en kleine events kunnen worden gehouden. De gedachte hierachter is dat Assyria hiermee ook iets terug wil geven aan de gemeenschap, onder andere op het gebied van kunst en cultuur.
zijn in de hoogste gebouw van Suriname. Nieuwe Assyria. Wij hebben gemeend vandaag bij ja, eigenlijk de officiële ingebruikname van AHH ook wat instellingen te bedenken. Wij hebben een lijst van 10 instellingen hier aanwezig vandaag. En zij zullen in ontvangst nemen allen een cheque van 10.000 SAD. Alle Assyrianen, personeelsleden. Ik ben persoonlijk heel erg trots op de Surinamers die dit hebben gepresteerd. Als verzekerde van Assyria, vanaf het eerste uur, ben ik helemaal in de wolken. Dank u wel. Assyria High-Rise is een 100% Surinaams product. Niet alleen het ontwerp en de gedachte daarachter is 100% Surinaams. De hele uitwerking van het ontwerp is in Suriname gedaan. Maar ook de bouwers, de aannemers die het daadwerkelijk gerealiseerd hebben, zijn allemaal volledig Surinaamse bedrijven. Dus daarmee moet ik zeggen, een compliment naar de opdrachtgever die het heeft aangedurfd. Geloven, vertrouwen in eigen kunnen. En ze hebben er gewoon bewust voor gekozen om dit tot een 100% Surinaams product te maken. En dat is heel goed gelukt. Hier staat een investering van circa 15 miljoen US dollar. We zijn er trots op dat dit project een initiatief is geweest van Surinamers. Maar meer nog, dat het door Surinaamse bedrijven is gerealiseerd. Hier staat het bewijs dat als we de handen ineens slaan, we samen tot grote dingen in staat zijn en tot grote hoogte kunnen komen.